Vandaag. We gaan straks beginnen met aardrijkskunde. Je hebt allemaal een nieuwe opdrachtenkaart gekregen, als het goed is. En helemaal aan het einde van de dag, als we nog tijd over hebben, mogen jullie nog verder met het geschiedeniswerkstuk. Om die nog af te maken. Wat vind jij leuker aan deze school? Nou, je hebt meer praktijk, meer lessen en meer vrienden. En wij hebben een project gedaan bij geschiedenis. En dan moeten we alles tekenen over vroeger van Romeinen en Grieken. Ja, dan mocht je kiezen tussen Grieken en Romeinen. En wij hebben voor Grieken gekozen. Ik vind deze school best wel leuk eigenlijk, maar ik vind het gewoon leukst van allemaal van deze school. Je hebt gewoon, gewoon de halve dag tot de kleine pauze heb je gewoon, dan moet je echt gewoon studeren, leren. En ja, tot dan daarna heb je gewoon alleen maar praktijk en gewoon andere dingen. Dan hoef je helemaal niet meer te werken. Ed Hoyting, eigenaar van Cafetaria Catering Service Dokman in Delfzijl. En de stagiaire die we nu hebben is Neha. We hebben daar een hele intensieve begeleiding vanuit het praktijkonderwijs. Dat er elke maand iemand langskomt om de voorgang te bespreken. En we proberen haar straks ook een vaste baan aan te bieden, zodat ze in de toekomst ook bij ons kan blijven. Ik loop nu stage bij Doklanden. Ik hoop dat ik werk krijg hier als ik 18 ben, dat ik nog verder kan gaan met mijn werk. Nou, ik heb altijd horeca willen doen. Ik heb op Brede School gezeten, stage gelopen in Luingeborg, in Bierum.